Zijn Groningers nog wel lief tegen elkaar? Ingrid Koetsier van de Week van het Lieve Briefje ziet nog wel ruimte voor verbetering. Gistermiddag stond ze met haar vrolijke team op het hoofdstation kaartjes uit te delen, waarvan de bedoeling is dat mensen er iets aardigs op schrijven en weer aan iemand anders geven. De actie valt in Groningen goed in de smaak. De gemeente heeft 20.000 briefjes ansichtkaarten laten drukken en ze zijn eigenlijk zo goed als op. We zijn nu met z'n vijven nog hier op het station aan het uitdelen. En je kunt nog wel iets bestellen voor bedrijven of voor stichtingen via de site, maar het gaat eigenlijk hartstikke goed. Mensen vinden het heel leuk. Nou, je hebt dus net lieve briefjes gekregen. Wat vind je nou van dit idee? Het is wel een leuk principe dat je gewoon mensen random een brief geeft. Dat vind ik hartstikke leuk. Ik had het al in de bus aangekondigd gezien, op de heenweg. Ik vind het wel leuk. Ik bedoel, het regent vet hard, dus we hebben iets nodig om ons een beetje op te vrolijken, toch? Koetsier is erg blij met de positieve reacties en heeft al ontroerende succesverhalen gezien. Omdat u de chauffeur bent? Ja, ik kreeg al vooraf aan deze week kreeg ik al een briefje, was een vroegertje. En die vrouw zei van, dankjewel dat jullie dit doen, want dat geeft me zoveel hoop. Nou, vond ik toch wel leuk om hoop te brengen. Ik heb gezien dat op het Alpha College, dat was leuk, dat daar de leerlingen ook alle leraren en het andere personeel allemaal briefjes hebben gegeven. En daar zag je echt ook de tranen zelfs over de wangen rollen. Dat mensen zich echt gezien voelden en bedankt werden voor hun diensten. Dat is wel een 2.0 versie van dat het leuk kan zijn. En dat we dit hoog houden en ons eraan herinneren dat het een hele kleine moeite is die heel veel plezier brengt. Weet je al aan wie je ze gaat geven? Ik denk wel aan familie, vrienden. Ja. Dat, ja. Nee, dat heb ik eerlijk gezegd niet bedacht nog. Maar ik weet vast wel iemand. Ja. Nee, eigenlijk niet. Ja, ik ga nu naar school. Misschien dat ik daar iemand tegenkom. Ik weet het. Misschien een van je klasgenoten? Dat kan, ja dat kan. Ik denk dat iedereen het wel nodig heeft vandaag. Ik heb zelf al een vriendin. Dus het lijkt wel logisch dat ik aan haar geef. Maar misschien stop ik hem wel gewoon ergens in een tas of zo van iemand.